Ja, kapitein, wat moeten we zeggen over deze wedstrijd? Ik denk dat we het begin zoekende waren. En daarna pakken we de grip over en krijgen we een aantal kansen waar we er misschien één of twee weer moeten maken. En dan voetbal je wat comfortabeler, alleen dan kom je voor rust nog op 2-8 en dan loop je eigenlijk achter de feiten aan. Ja, jullie hadden eigenlijk misschien na een half uur het verschil moeten maken en ja, jullie laten dan een hele felle en fitte ploeg terugkomen. Ja, ik denk voor mijn vrije bal krijgt Paul een kans die op de paal schiet. En na mijn vrije bal heb ik zelf nog een kans wat Navratil goed teruglegt. En die moeten gewoon erin. En dan is het 2 of 3-0. En dan voetbal je wat makkelijker, denk ik. Wat voor hun wat moeilijker. En dan krijg je meer ruimte op middenveld. En voorin dan kan je misschien zelfs het 3-0 maken als je geen tegendoelpunt krijgt. Ik proefde naarmate die wedstrijd vorderde wat irritatie bij wat spelers van jullie. Want ja, ze waren echt gretig vandaag, hè? Ja, ik... Ik vond dat zo gauw hun de mond los trokken van A en O, dan floot de scheidsrechter ook. Een penalty die zou in Nederland nooit gegeven worden, denk ik. En een aantal overtredingen wat ook geen overtredingen waren. En ja, daar word je wel een beetje geïrriteerd van. Ja, maar daar moet je eigenlijk niet mee bezig zijn. Dat was ook een beetje de boodschap van de trainer, had ik het idee. Hè? Ja, in de rust heeft hij dat wel gezegd. Maar ja, je zit in het spel en voetbal is emotie. En dan gebeurt er wel eens iets. Ja, moeten we hier nou echt waarde aan hechten aan zo'n wedstrijd? Je doet het vooral om fit te geraken, maar jullie raken toch niet in paniek? Nee, absoluut niet. We hebben nu, dit is eigenlijk de eerste serieuze oefenwedstrijd om de amateurs niks tekort te doen. Maar ik vond dat we redelijk goed meevoetbalden. En ik denk dat we op fitheid afgetroefd zijn. Hun beginnen natuurlijk volgende week aan de competitie en zijn al 6 à 7 weken in training. Dus ik denk dat uiteindelijk het verschil heeft gemaakt. Even terug naar eerder vanmiddag, loting. Ja, in ieder geval een leuke trip lijkt me. Ja, Portugal. Een vriend van mij speelt daar bij Benfica. En ik heb even gevraagd hoe het daar eruit ziet. En het is een mooi voetballand. Ik ben er zelf ook geweest met hem. En we zullen zien wat het schip gaat stranden. Dan heb je het over Ola John, denk ik. Heb je die al even gesproken? Wat is het voor een ploeg? Ja, hij zegt het is een relatief kleine club, als je het vergelijkt met Porto en Benfica helemaal natuurlijk. Maar er zitten een aantal goede voetballers in. Ze zijn natuurlijk niet voor niets 50 geworden in Portugal. En we kunnen onze borst nat maken. En eerst thuiswedstrijd, dan moeten we proberen voor zover het mogelijk is een goede stap te zetten. En dan kunnen we kijken hoe we daar gaan afmaken. Ja, want dit lijkt me wel een tegenstander met perspectief. Ik zag ook namen als Rapid Wien. Ja, dan wordt het al meteen lastiger. Dus jij bent wel content met deze loting? Ja, absoluut. Ik was met elke loting content. Ik bedoel, dat we het gehaald hebben is al uniek en dat je mag spelen is super gaaf voor elke speler. Maar als je dan toch mag kiezen, dan liever een club waar je relatief goede kans tegen maakt en dan een club waar je op voorhand al bent uitgeschakeld. Ja, wat kun je zeggen over de groep? Want volgens mij kunnen jullie mooi voortbeduren op vorig seizoen. Hè? Alleen de spits is gewijzigd. Ja, maar er staat een goede vervanger klaar met Paul. Dat heeft hij in de laatste wedstrijden van vorig seizoen bewezen. En ook in de voorbereiding al een aantal goals gemaakt. Volgens mij al dubbele cijfers, als ik het goed heb. En de rest is allemaal blijven staan. En de trainers moeten keuze maken met de jongens die gaan spelen. Dus, maar over het algemeen, zoals we vandaag speelden met de jongens die vorig jaar ook waren. En dan zitten er al veel dingen ingeslepen. Ja, dat lijkt me echt een enorm winstpunt wat je hebt op die andere ploegen. Want dat zag je vorig jaar ook een beetje. Daar hebben jullie gewoon volgens mij ook een groot deel van de winst geboekt. Ja, iedereen weet van elkaar wat ze wel en niet kunnen. En wat er verwacht wordt van de trainer. En daaraan moet je handelen. En ik denk dat wij dat nu allemaal van elkaar weten. En ook al redelijk van de nieuwe jongens. Wat de kwaliteiten en de iets mindere kwaliteiten zijn. En daar kunnen wij goed op samenspelen, vind ik. Nou, nu nog een weekje in Nederland trainen. Dan richting Europa werken en dan langzaamaan de koffer inpakken voor het eerst. Ja, ik kreeg net al te horen dat ik de slippers en de korte broek mee moest nemen. Maar we gaan niet als toeristen. We gaan er echt om een prestatie neer te zetten. En dan gaan we echt hopelijk een mooie trip tegemoet.